iedereen, welkom bij Mini Crafts Art Painting. We gaan vandaag proberen om een ballon met helium te maken. Wat hebben we daarvoor nodig? 2 zakjes bakpoeder. Een leeg fles. Er zit nog wat water in. Azijn. Wij gebruiken witte natuurazijn, of kan ook gewoon normaal zijn. Een trechtertje of een gewoon dingetje wat je van een fles hebt. En natuurlijk een ballon. Laten we beginnen. We pakken de fles en het azijn. Dan kom ik jou helpen. En dan. Ja, mama komt even helpen. Erin. Het azijn stinkt een beetje. Oké. Dit is wel redelijk goed volgens ons. Nu halen we het dop van het trechtertje. En ik zet hem zo neer. En zo. Gaat hij vliegen? De ballon over het trechtertje. Het is wel een beetje een gevaarlijk experiment. We weten niet precies wat er gaat gebeuren. Dus maar het is de bedoeling dat die ballon gaat opblazen, toch? Ja, helium erin komt. Met ons helium. Ja. Geknoeid, geknoeid, geknoeid. Nu doen we het bakpoeder in de ballon. Tot en met wanneer het zakje leeg is. Nu het andere zakje. Oké, nu gaan we even met onze schudden tikken. En dan moeten we gewoon afwachten tot het in de ballon gaat. Nu is alles in de ballon. Oké, nu gaan we dit ervoor zien. Gaat mama dit er afhalen? Ik ben bang. Ik hou hem vast. Haalt er af, mama. Ja. Oké. Okay. Wacht even. Nu gaat mama het op de fles van het azijn. Oké. Het moment van de waarheid, jongens. We gaan het bakpoeder in het azijn gieten. Wow, de ballon begint al op te blazen. Uh-oh, had het in de ballon? Er komt wel lucht in, maar het is niet sterk genoeg, denk ik. Nee. Als jullie het leuk vinden, kunnen jullie het ook natuurlijk thuis proberen. En als het bij jullie wel is gelukt, laten we dan onder in reacties weten. Nou, wij hebben geprobeerd, maar het lukt niet helemaal, hè? Nee. Maar wel leuk experiment. Ja, er komt wel veel lucht in de ballon, dat is wel leuk. Ja, leuk om te weten. Ik dacht zelf dat dat azijn met dat gemengd met bakpoeder echt zelf in de ballon ging, maar gelukkig gebeurt het dan niet. Je hoort nog dat geluid. Ik denk dat jullie het niet horen, maar wij wel, maar er komt geen lucht meer in. Dit houden we nog over. Dit is onze ballon. Het is geen helium, maar het is wel fijn en leuk om mee te spelen. Gewoon een leuke ballon.
ons experiment leuk?